Het is weer cultuursafari in Dordt en de kunstmin doet weer mee. Dit jaar konden leerlingen van het voortgezet onderwijs, VMBO en de PABO meedoen aan een workshop dans. Ja, bij ons, we doen eigenlijk elk jaar mee aan de cultuursafari. En jongeren die gaan bij onze dansvloer op. Ze krijgen een showcase battle van danstheatergezelschap Ish. En er zijn een performer en twee dansers. Die geven dus eerst die showcase battle. En vervolgens gaan de leerlingen zelf ook aan de slag om lekker te dansen. En we hebben net de eerste groep al gehad. En het was een groot succes. Ze waren lekker, ze hebben een aantal moves aangeleerd. En het een en ander gezien. En ja, het zag er heel tof uit. De reacties zijn goed en dat is te zien ook. De leerlingen doen leuk mee. Hoewel, niet iedereen, maar uiteindelijk komen ze toch op gang. Wat heb je nu net gedaan? We hadden voorstellen gekregen en toen vroeg hij op een gegeven moment van... zijn er nog mensen die wat op willen treden? En vond je het leuk? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, maar ik vond het wel jammer dat er niemand ging klappen. Want dat vond ik wel sneu voor ze. Daar vroegen ze om en toen deed niemand het. Ja. Maar zou dit wel voor herhaling vatbaar zijn? Ja, denk het wel. Ja. Het belangrijkste vind ik eigenlijk dat jongeren de kans krijgen om hier te zijn in Schouwburg Kunstmin. Dat ze kennis maken met het gebouw en dat ze dus ontdekken van wat een mooie plek er zit en wat is hier eigenlijk allemaal te doen. En ja, wat betekent Kunstmin voor mij of wat kan het theater voor mij betekenen? En dat ze daarmee een eerste kennismaking hebben vind ik heel erg belangrijk. Deze hele week nog zijn er op verschillende plaatsen in Dordrecht workshops te volgen.